bliksoep op zolder is een prima investering. Nou, om te beginnen met een tip. Kom met een stelling, want als je die zelf niet verzint, dan wordt die voor je verzonnen. Ergo. Nu weet iedereen dat er een blik soep bij mij op zolder staat. Ja. Dat is een hele kleine investering voor het geval dat de stroom eens een keertje uitvalt. En zowaar, dat gebeurt wel eens. En dan is het toch prettig dat de supermarktdeuren niet open gaan, maar dat jij op zolder gaat en een pak rijst of een blik soep pakt. Voor eeuwig blijft dat goed. En vervolgens, het kost je niks en het levert alleen maar een beperking van je downside op. Oké, je mag zo even toelichten. Albert, schiet. Ja, nou ja, schiet. Je zegt het al goed. Iedereen weet nu dat jij die soep hebt voor als het echt nodig is. Dus ik zou liever een geweer hebben om bij jou die soep te komen halen. Want als je dan toch echt die problemen krijgt dat het eten schaars gaat worden, ja, dan is het toch gewoon bij jou de plek waar alle kijkers nu straks weten, daar moet ik zijn als ik nog wat te eten wil hebben. Dus ja, ik zou zeggen van koop ook een geweer om jezelf te beschermen als het zover is. Oké, maar dit was natuurlijk overdrachtelijk bedoeld, neem ik aan? Nee, inderdaad. Natuurlijk is het overdracht. Overigens is dat de grootste fout die een zogenaamde prepper maakt. Inderdaad, op tv zeggen dat hij prepper is, maar vervolgens staat iedereen op zijn stoel bij hem. Ja. Dus daar heb je helemaal gelijk. Nee, het belangrijkste van dit is van, als je je zonder kosten kan beschermen tegen iets wat misschien met een hele kleine kans wel gaat gebeuren, moet je dat altijd doen. Dus als je een goedkope poed kan kopen, omdat je ergens heel erg bang voor bent en je slaapt er beter door, altijd doen. Want dat zorgt voor een heleboel gewoon gemoedsrust die je voor bijna niks krijgt. En zo moet je dus als belegger ook naar het kijken. Het ligt op zolder, dus dan moet je nu stiekem nog wat stoppen in de kelder misschien. Ja, want als het gebonden is. Jongens, we gaan terug naar tafel, dankjewel. Ja, de soep zit je goed. Ja, dat is met andere woorden, hoed je tegen potentiële rampen waarvan je niet eens zeker weet dat ze gaan gebeuren. Welke risico's zie jij in de markt dan? Gaat de dollar naar nul? Nou, gaat de euro kapot? Maar, zeg het maar. Nou, kijk eens op een zondagmiddag. Ga eens op een regenachtige zondagmiddag met een schriftje op je schoot zitten. En kijk dan wat voor mogelijke rampen kunnen gebeuren. Inderdaad, een dollar die helemaal wegzakt omdat iedereen het vertrouwen erin kijkt. Zo onlogisch lijkt dat niet eens als je kijkt naar het huidige beleid. Of een rente die heel erg hard stijgt in Amerika of desnoods in Europa. Een euro die uit elkaar klapt. Dat soort scenario's wordt niet over nagedacht. Maar het is wel goed om daar eens zelf over na te denken. En wat gebeurt er dan? En hoe ziet mijn portefeuille er dan uit? En wat voor rampen zijn er dan op financieel gebied? Oké. RTLZ Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.